Hoi allemaal, het is vandaag 27 maart en dat betekent dat de Bewust Veiligdag plaatsvindt. Het is de tweede keer dat Van de Ven de Bewust Veiligdag organiseert op het eigen terrein. Een goed initiatief natuurlijk, maar waarom is een Bewust Veiligdag zo belangrijk en hoe denken anderen over deze dag? Nou, daar gaan we vandaag achter komen. Jolanda, waarom is de Bewust Veiligdag zo belangrijk? De Bewust Veilig Dag is een landelijke dag en dan wordt er dus in het hele land, binnen de bouw en de infra, aandacht gevraagd voor veiligheid. Ja, en waarom is die dan zo belangrijk? In je dagelijkse werk dan ontbreekt heel vaak de tijd om zeg maar even rustig op afstand samen te praten over veiligheid. En juist vandaag is wel die tijd daar om met elkaar in gesprek te gaan. Hè, van nou, hoe gaan we het veilig uitvoeren? Maar ook hè, door alle oefeningen en activiteiten die ze vandaag in de voorbeschouwing te krijgen. Mogen ze dus ook ervaren hoe het is om elkaar ook aan te spreken als het even niet gaat zoals het moet. En dat is ook een belangrijk aspect. Hè, van blijf met elkaar in gesprek. Want 's avonds willen we allemaal weer terug naar huis zonder gewond te zijn geraakt. Pieter, hoe draag jij bij aan een veilige werkomgeving? Als afdeling kan, als veiligheidskundige, proberen we altijd aan de voorkant van het werk, het ontwerp, proberen goed na te denken over de gevaren en risico's. En die zaken uit het ontwerp nemen we mee naar de uitvoering. En tijdens de uitvoering gaan we echt op tot de praktijk. Dus we willen werkplekinspecties lopen, safety walks, veel overleggen met de uitvoering. Om er zo voor te zorgen dat we elke dag goed gesteld staan. En dat we alle risico's en gevaren die er misschien op de boot zijn, dat we daar de juiste maatregelen nemen. Mari, wat vind je van de activiteiten van vandaag? Ja, mooi, interessant eigenlijk. Ivan, wat betekent veiligheid voor jou? Nou, veiligheid is de basis van ons werk. Dat is zorgen dat iedereen 's avonds weer veilig thuis komt. Heel belangrijk. Het is heel belangrijk voor iedereen die de bouw werkt om elkaars veiligheid te borgen. Belangrijk voor elkaar te zijn, dat we willen allemaal weer veilig thuiskomen. En dit is dat een hoofdverhandeling van de Ven. We hebben vandaag gehoord wat onze collega's vinden van de Bewust Veiligdag en hoe ze veiligheid op het werk ervaren. Door samen te werken en bewust te zijn van onze acties, kunnen we allemaal veilig en gezond blijven. Bedankt voor het kijken naar de vlog en tot de volgende keer. Doei!